Ja, luisteraars, het is weer zaterdag, iets over ene. Een nieuwe uitzending van Time is Just an Illusion. En mijn naam is Jeroen Frans, ik mag het wederom presenteren. En de techniek is wederom in handen van André van Rees. Ja, en vandaag hebben we een gast in de studio. En wie, hoe mooi is dit? Henk Wijngaard, goedemiddag Henk. Dag Jeroen. Ja, we gaan elkaar tutoieren. Dus ja, leuk dat je er bent. En voor de luisteraars die je misschien niet kennen, natuurlijk heel bekend van Met de Vlam in de Pijp. Maar dat is je grootste hit, maar daar gaan we het straks even over hebben. Ja, Henk, je bent geboren in Stadskanaal en je bent bijna 75 jaar jong, als ik het zo mag zeggen. 57. 57, hè? Ja, je kan het onderen. Ja, nee. Maar goed, ja, je bent geboren in Stadskanaal in 1946. Ja. En ja, je hebt internationale ouders, zou ik het zo maar zeggen. Oorlogskindje. Oorlogskindje, ja. Je, een Franse moeder. Trek er maar 9 maanden vanaf. Dan kom je toch net na de bevrijding. Net na de bevrijding. Ze hebben de bevrijding goed gevierd dan, als je het zo mag zeggen. Ja, zo nou ja, goed. Maar je Franse moeder, die is gevlucht uit Frankrijk naar Nederland. En, vlak voor de oorlog. Ja, ja, en je vader was een Canadese militair. Hij was tankchauffeur. Commandant op een tank. Ja, ja. Ja, dan ben je toch commandant. Officier. Ja. Ja. Ja, heftig denk ik. Ja, voor hem wel, ja. Ja. Hij heeft lelijke dingen meegemaakt in de oorlog. Ja. Het heeft hem ook een beetje van zijn charisma, zijn uitstraling bedorven een beetje. Ja. Hij kwam al heel jong in aanraking met gemene dingen. En dat wil zeggen, als je daar vecht met zo'n tank en je moet op een boerderij schieten, waar boven een scherpschutter zit en beneden kindertjes staan te zwaaien naar die Canadese soldaten die het land kwamen bevrijden. Ja. En die vent die boven zat, die daar schoot die soldaten dood. Ja. En hij kreeg opdracht om dat boerderij, om daar een projectiel in te schieten. Ja. Dat blijf je wel bij. Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ja, dat is vreselijk. Dat is het macabere van een oorlog. Ja, dat is inderdaad het macabere. En ja, een beetje aan de drank. En, ja. Ja, dat krijg je dan. En toen zei mijn opa tegen mijn moeder, toen zij zwanger was van mij. Jij gaat niet met die vent mee naar Canada. Hij heeft losse handjes. Ja. Hij had een kwaaie dronk, zeg maar. Ja. Ja, uit losse handjes. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat krijgt als je zoiets meemaakt. En, natuurlijk. Ja, en haar zus, die ook. Ze hebben allebei gewerkt in een hotel in Gieten. Hotel Braams, heel bekend. Het koninklijk gezin ging vroeger met Bernard en Juliana. Als die ergens in het noorden waren, sliepen die daar. En na de oorlog, vlak na de oorlog, die Canadese soldaten, die sliepen daar allemaal. En mijn moeder en haar oudere zus, die waren daar kamermeisje. En zo hebben ze 2 Canadezen leren kennen. En mijn tante is meegegaan naar Canada. Die trouwde daar, in Canada getrouwd. En mijn moeder mocht niet mee van mijn opa. Van mijn vader, dacht ik toen. Ja. En ja, van het ene kwam het andere. Dus ik liep door de straat en ik werd nageschreeuwd door andere kinderen uit de buurt als Canadezi. Ja. Dat was mijn scheldnaam. Ja, jij bent opgevoed door je grootouders. Ja, ja, ja. Ja, je vertelde net al, je hebt je moeder eigenlijk altijd als zuster. Als zus gezien. Ja, ja. Tenminste, de eerste jaren. 8, 9 jaar was ik toen ik erachter kwam dat het niet mijn zus was, maar mijn moeder. Ja. En dat klikte dus ook niet. Niet het heeft nooit geklikt. Nee. Ook niet met mijn stiefvader niet. Hij, ja, moeilijke man. Hij heeft ook een rot tijd gehad. Is ook getransporteerd naar Duitsland. En had een volgevoel dat het niet goed kwam. Hij was Jood. Dus mijn stiefvader was Jood. En is uit de trein gesprongen. Is met zijn kop tegen een paal aangeklapt. Ze hebben hem gevonden. En hij heeft geheugenverlies. Ja. Heeft hij opgelopen? Nee, dat heeft hij gespeeld. Oké. Okay. En hij heeft al zijn papieren had hij weggegooid. En hij is op een boerderij terechtgekomen. Daar heeft hij gewerkt. En, in Duitsland? Ja, in Duitsland. Ja. Ja, ja. En de Duitsers die konden niks met hem. Maar hij zat die boer had hem gevonden. En die heeft hem op een kar het dorp ingebracht. En door Duitsers werd hij ondervraagd. En je kon het litteken ook zien van mijn stiefvader. Hij is een behoorlijke klap gehad. Ja. Maar dat geheugenverlies, ja, dat heeft hem zijn leven gered. Anders was hij ook met de rest van zijn familie afgevoerd naar Duitsland. Ja, heftig zoiets. Ja, hoe was je jeugd verder? Want het was natuurlijk Nederland was in opbouw. Ik was net na de oorlog. Ja, ik heb het 1,5 jaar uitgehouden bij die 2. Toen ik 7 jaar was, zijn ze naar Delfzijl geëmigreerd. En toen ik 9 was, toen ben ik gevlucht. Weggelopen van huis. Ja. Echt weggelopen? Ja, echt weggelopen. Ja. En het vreemde, of tenminste, synchroon verhaal is eigenlijk dat toen ik van huis wegliep, ik was 9, liep op 12-jarige leeftijd mijn halfbroer in Canada
ook van huis weg. Dus in datzelfde jaar hebben we afscheid genomen van onze ouders. Hij van zijn vader en ik van mijn moeder. Heel vreemd verhaal. Hij ging terug naar zijn grootouders en ik ook. Ja. Ja, heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja. Dat kan me voorstellen. Ja, en je hebt op je 14e, je had dus nog wel contact waarschijnlijk met je moeder, kreeg je een gitaar voor je verjaardag. Nee, hij begon met een ukulele, moet ik even bij vertellen. Ik kreeg eerst een ukulele, dat was geen gitaar, dat zag er niet uit. Niet. Dus die hals werd gehalveerd en er kwam een stok bovenin. Er kwamen een paar zeiltjes aan en een stuk blik aan de onderkant voor het tegengewicht en dat werd een bootje. Dan kon je mee varen. Maar en inderdaad, het jaar later kreeg ik, op mijn 14e, kreeg ik een echte Egmond gitaar. Oh, ja. Wauw. Je was trots, denk ik. Dat was heel trots, ja. Ik speelde ook in 4 weken tijd alle liedjes. En ik heb ook geen noten geleerd. Je bent autodidact. Ja, maar walnoten, hazelnoten. Ja, okay. Kon ik al. Ja. Nee. Ik heb nooit geen noten geleerd, maar ik had een kennis in de familie, Dirk Norder uit Stadskanaal. Die speelde ook gitaar en mandoline en banjo. En die vertelde mij wat ik wou. Wil je zo leren of wil je begeleiden met zang? Ja. Hij zei, ga ik je akkoorden leren? En hij leerde me Barré-akkoorden. Zeg mij niks, maar. F-17, Bes, en dan weer de F, en de F-mineur, en zo. Enzovoort. B-mineur. Het leuke daarvan was dat ik door die akkoorden heel snel allerlei melodieën kon spelen. En dat als je dat elke keer opschreef, ging je van F naar Fies, en van Fies naar G, en G naar Gies. Dus je kon je toonsoort waar je in kon zingen. Later kwamen de naturel-akkoordjes. De open akkoorden heet dat al. En ik speelde al heel snel, en zit met mijn grootmoeder, we gaan er straks naar luisteren. Mijn oma, we hebben dat liedje hebben doorgegeven aan André. En daar hoor je mijn verhaal over dat met die gitaar en hoe die liedjes tot stand is gekomen. Ja, zullen we daar dan eens naar gaan luisteren? Mijn oma, dat is misschien wel leuk. Ja, top. Ik weet nog goed bij oma thuis, een liedje op de radio, we zongen mee. En zij was mijn idool. Wat een mooi nummer, Henk. Ja, wat een prachtige opname. Het emotioneert je nog, hè? Ja. Ik kan mijn tranen nooit inhouden. Nou, nee, dat mag ook, maar... Omdat het een en al biografie is. Ja. Dit is het verhaal van mijn kind zijn. Ja. Met mijn oma thuis. Ja. Je was gek op ze? Ja, ik was gek met mijn grootouders. Ik ben er geboren. Mijn moeder heeft me niet gezoogd, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dat deed mijn oma. Ja. Je hebt je oma echt als je moeder gezien? Ja. Ik wist niet beter. Nee, je wist niet beter. Maar... Nee. En ook na die tijd niet. Dus... Ja. Daar worden we even stil van. Goed. Je, op je 14e dan inderdaad kreeg je die gitaar. En je bent op je 15e, ben je van de wal naar het schip gegaan? Ja, ik rolde van het ene avontuur naar het andere avontuur. Ja. Eerst naar een grootouders gevlucht. En toen op een gegeven moment lukte het niet met mijn oom. We hadden een jaar verschil van leeftijd. Hij mocht alles, ik mocht niks. En het verhaal is eigenlijk dat mijn grootouders toen een beetje gepikeerd waren. Dat mijn moeder geen geld overmaakte voor mij. Ja. Dus mijn grootouders draaiden voor de kosten op. Van een kind die eigenlijk eerst er thuis uit ging en toen weer terugkwam. En waarvan de moeder zegt van, ja, bekijk het maar. Dus de keuze was toen snel gemaakt. Ik heb nog in een bandje gespeeld, heel even. Ik denk dat ik er extra geld mee verdienen. Maar wat bleek, de leider van de band, Leen Wijbinga, die leerde ons muziek maken. Ik was toen even geen gitarist, ik was bassist in die band. Ik speelde op een akoestische eco-gitaar met bas. Ja, dat klonk ook echt hartstikke leuk. We speelden liedjes van The Shadows en Cliff Richard en dat soort dingen. Buddy Holly. Wat heel, heel leuk was, dat die periode, dat we speelden voor apparatuur en voor kleding. Ja. En om op te treden moest je een mooi jasje hebben, een nette broek. En ja, dat had ik niet. Dus Leen investeerde in ons. En dat werd dan per optreden weer terugbetaald. Ja. Dus toen mijn opa op een gegeven moment zei, ik kwam 's nachts om 3, 4, 5 uur thuis. Dat vond hij natuurlijk ook al niet leuk. 'S nachts lawaai om het huis. En mijn opa zei, wat verdien je er nou mee? Toen zei ik, niks. Want ik kon hem ook niet uitleggen waarvoor dat we deden. Want ja, het was niet belangrijk. Het eerste wat hij zei, dan moet je ermee stoppen. Hij zag er niks van terug, Nee. Hij zag er niks van terug. Hij had natuurlijk gehoopt dat er een hoop geld binnenkwam, zodat ik daar kon blijven. Ja. En dat is dus niet gegaan. En ik was zeer teleurgesteld.